Welkom bij Leeuwarden Actueel van donderdag 8 april 2010. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er wel een burgerjaarverslag 2009 in Leeuwarden. In dit verslag staat een aantal hoogtepunten uit 2009 die voor de burgers van Leeuwarden van belang zijn. Vanaf 21 april is het verslag te lezen in de Huis aan Huiskrant en op www.leeuwarden.nl. Het komt ook in de gemeentegids te staan die vanaf 25 mei huis aan huis verspreid wordt. Over 2009 heeft de provincie Friesland 14,4 miljoen euro overgehouden. Dit komt onder andere door nieuwe boekhoudregels en er kwam 1,53 miljoen euro extra binnen door de onverwachte groei van het aantal auto's in Friesland. Het is de bedoeling om het geld te reserveren om kortingen van het Rijk na 2011 op te vangen. In het brugwachtershuisje op de Beursbrug is op dit moment een tentoonstelling te zien van Fenna Grijpma uit Leeuwarden. Het huisje is omgedoopt tot Doos 058 en er zijn regelmatig activiteiten. Fenna Grijpma is afgestudeerd docent beeldende kunst en vormgeving. Haar werk bestaat grotendeels uit fantasie- en droombeelden, of beelden die ontstaan vanuit de intuïtie. Ze wil dat mensen even stilstaan bij haar werk en een ervaring beleven. Hoe volgen de Leeuwarders het regionale en lokale nieuws? Mercurius ging de straat op.